Hij doet het. Dankjewel. Nou, dat is toch lang geleden dat we een Schuishoven video aan het maken zijn, of niet? Dat is lang geleden, ja. Jan, doorgingen. Maar we gaan weer naar Janne toe, we gaan weer naar Ammerstol toe. Ja. Naar het off-grid-huisje op een onbewoond eilandje. Ja, we gaan weer eens even kijken. Dat is ook mooi ook, hè? Hoe het met Janne is en hoe het, of hij alles wel netjes in orde heeft, want dan moeten we dadelijk wel eens keuren, ja, hè? Ja. Ja, mensen, ik weet al welke verhalen er gaan komen. Want hij gaat over de huisje hebben, gaat over de kamers hebben. En ze gaat weer over. Gezondheid, tuintje. En ze gaan het weer over wielrennen hebben. Want daar heb je het ook altijd over, of niet? Ja, maar Jan is een echte wielrenner, hè? Ja, maar jij weet er ook altijd van. Ja, maar ik heb respect voor wielrennen. Als je het toch wat bekijken, net als op het moment die veldcrossen gelijk. En wat denkt er van de. De Tour de France, tegen die bergen op gelijk. Nou, ik heb enkele van die bergjes ook beklommen. Maar dan krijg je respect voor die mensen. En dan klim ik met 12 km per uur naar boven. Maar hun gewoon, die kan ik niet eens bij jou gelijk het keer. Nou, kijk mensen, dus, je ziet dat ook wielrennen gaat en hij praat in één keer door. Hè? En nou heeft hij iets in zijn handen, maar als ze in het huisje zitten en hij gaat praten, dan praat hij ook met zijn handen. En hij geeft energie aan zijn handen. Kijk, dit gaan we ook verzorgen. Hij laat mij niet uitpraten, hè? Dit gaan we ook verzorgen. Onze schoenjak. Ja. Die gaan we zorgen dat hij weer. Ja, we hebben hem netjes in orde gemaakt. Ja, die ziet er weer keurig uit. Ja, want Jan had toch een beetje commentaar op, hè? Ja, hij was niet goed onderhouden. Ja, Jan heeft tegenwoordig heel veel commentaar. Ja, we moeten eigenlijk, ja. Ja. Ze moeten hem een beetje bijslijpen, want hij heeft te veel commentaar. Die ga ik hem straks als boksbal gebruiken, dat denk ik. Nee, dat toch wel niet. Nee, we moeten hem ook niet beschadigen. Want hij, nee, Jans mogen niet meer komen. Het kan, handig zijn dat we hem dadelijk toch nog links en rechts van nodig hebben. Hè? Ja, Teuntje, maar de dag is een beetje langzaam begonnen. Nou, ik zal zeggen, ik ging het loekje laten en ik trapte met mijn schoentjes in de poep. Ja, in de hondenpoep midden op pad lagen. Ja, de herde van die hondenbezitters, hè. En ik was flink over de zeik. Ja. Echt, Teuntje, nou moet ik sorry zeggen. Ik heb namelijk gehoord dat je niet meer over de zeik mag zeggen. Want dat geeft een hele nare sfeer. Als je bij iemand komt en ik ben over de zeik, dan denk je van, hij is boos. Oh. Dus dan mag je niet meer over de zeik zeggen. Dat is het. Zelfs bijvoorbeeld als je ergens in een cafeetje zit, dan komt een hele grote man onder de tatoeages, grote donkere baard, even lang haar, dat een gereformeerde vrouw uit de Bijbelbelt jaloers dat zo lang is. Ja? We moeten voortaan zeggen, uit balans. Die is uit balans. Ja. Is dat niet beter? Ja, dat is wel beter, ja. Ja, ik denk dat het ook een beetje met het woken heeft te maken, denk je ook niet tegenwoordig? Ik weet het niet. Maar goed, we gaan even. Ja, toen was eigenlijk een geintje. Ja. Maar uit balans, daar wil ik eigenlijk naartoe. Wij zijn een beetje uit balans, want ons paard is er niet bij. Nee, ja. We weten het, hij mist zijn gezondheid. En nou is hij ook weer, moet hij een darmonderzoek hebben en zo gelijk. Ja. We zijn toch nog blij dat hij er nou nog altijd bij is geweest. Want jaren geleden hadden we gezegd van nou. He? Ja, dat wordt. Kan goed zijn dat hij niet bij, maar ja. Maar goed, ik hoop dat hij er in mei. Ja, natuurlijk. Zeker dat je er in mei weer gewoon bij is. En dan. Helpen hem van alle kanten, dus. Ja. Komt goed en ja. En dan kan hij genieten van de polder, hè? Ja, van de polder, daar geniet hij het altijd over. Ja. De polder hier, de polder daar. En dan heeft hij meer van zijn tijd in Eindhoven gewoond, maar hij gaat altijd nog over de Beemster. Over de Beemster, bij Purmerend ligt daar mensen, heel veel mensen ook niet kennen. Is ook niet gek. Ja. Maar Tutje, we moeten weer een beetje bijpraten natuurlijk, want het is lang geleden dat we een videootje hebben gemaakt. Ja. En dan gaan we ongeveer het 30ste jaar in dat wij samen karper vissen. Ja, dat is toch wel. Ja, dat is lang, hè? Dat is ook een teken. Dat is ook een teken, Boudewijn, dat jij ouder wordt, maar dat ik ook voor een oud manneke word. Nou, laat ik het zo zeggen, ik ben bezig om oud mannetje te worden. Jij bent het. Ja.
Ik krijg nog net geen map met dingen. Nee, joh. Ik kan wel een keer flink tegenaan kratsen, maar dat werkt. Ja. Nee. En beschadigde plank, hè? Ja, dat dan beschadigde plank. En dat is niet goed. Maar wat zijn nou die dingen die jou de afgelopen 30 jaar, als je nou even vlug naar boven komt? Ah, joh. Laten we maar gewoon beginnen met de schubskarpers, de 22. De schubskarpers? Ja, de 22. Dat waren allemaal schubs. Ja, ja. En daar heb ik toch iets mee. Ja. Op de Estische Stroom was mijn eerste. Toen dacht ik van, kijk eens een karpje eruit halen. Hij zei van, En die bellenbaas doet dan altijd een dansje als hij blij is. En daar had ik geen tijd voor. Nee, want die denkt, zo. En dan op het kleinsrand. Ja, 22er en bij Jan een 22er, ja, allemaal schubs, ja, nee. Ja, en dan bij Jan, dan zeg ik nog altijd die graskarpers, hè. Die graskarpers, ja. Altijd een spektakel van... Ik mag ze geen spiegels noemen, en dan draagt wateren. Nee, maar die graskarpers, dat is gewoon een spektakel, niet van. Ja. Nou, wat mij altijd de meeste bijstaat, zijn altijd de gesprekken die we hebben. Vooral als jij... verteld over vroeger, toen ik er nog niet was. Nee, ja. Over hoe het ging met de school en met de katholieke kerk. Ja. En een aparte kamer. Ja. Bij de boeren hadden ze een goede kamer, hè. Ja. Ja. Als ze daar eens een video van zouden kunnen maken, Teutje, dan hebben we wel een monument. Want ik hing aan jouw lippen toen je het vertelde. Ja. En je hebt het meerdere malen verteld. Ja. En ik wist dus op de duur wat er ging komen, maar toch ging ik aan je lippen. Dus daar zou eigenlijk een keer een videotje over kunnen maken. Ja, ik weet ook niet of dat. Of. Ja. Of, kijk, nou dan. Je kunt er bij jouw hele verstand niet bij. Zoals wij op school meemaakten. Dat wij. Ik zal één verhaal vertellen. Oké. Okay. De rode Klaas. Dat was de derde klas. Er kwam de, en ik ben nooit niet zo'n domme jongen geweest. Er kwam de, hij zei, wie heeft er van die mooie dunne stokjes? Wie zou die enkele mee willen brengen? Nou, er zijn van die gekken die doen dat. Hè. Maar wat het is, ze krijgen er eerste mee sleeg. Dan kunnen ze me niet meer verstaan dat je daarmee afgeranseld bent. Ja, en dan op school. En dan is hij jarig, en dan zegt hij van, ik weet echt niet meer welk merk precies, sigaretten kopen. Voor zijn verjaardag. Ik zei tegen ons moeder, maar ik koop voor een dier nooit geen sigaretten. En die geven mij niks voor mijn jaren. Ik was de enige die hem niks gegeven had in de klas. En daar zaten wij met 45 mensen in. Hè. Jongens, 45 jongens in bankjes. Ja. Dus eigenlijk wordt die leraar rijk van zijn verjaardag? Ja, nou, die kreeg enkele sloffen sigaretten. Die kreeg van allemaal kreeg je een pakje sigaretten. Ja, dat is onvoorstelbaar. Daar kunnen we mijn verstand niet bij. Ik heb meegemaakt dat er een jongen gewoon met een dun touw om zijn nek gedaan heeft. En die trok hem zo mee naar voren en die leende maar de verwarming vast. Ja, dat zijn verhalen. Als je het nou meemaakt, dan ging je de bak in. Ja. Ja, dat is onvoorstelbaar. Hoe, mijn broer boven mij, ze hebben van die meetstokken. He, die waren een dikke meter lang en breed. Die sloeg je gewoon op zijn rug kapot. Ja, dat is ook wel... Ja. Zo, dat was vroeger de leraar. Nou, onvoorstelbaar. Maar als je nou terug aan denkt, Teuntje, kan je dan eigenlijk nog boos over maken? Oh nee, want dat was toen gewoon. Dat was toen gewoon. Dat was toen het gewoon, zeg maar. Ja. Dat maakten wij gewoon elke dag mee. Er werd gewoon zo weer gestraft. En ik denk ook aan mijn eigen 45 jongens. Want jongens zaten allemaal in de klas. Hè. Er was niet gemengd, jongens in de klas. Om die stil te houden, ja, dat was ook, denk ik, niet aan. Ja. Maar ik denk dat het wel op een andere manier ook gekund had. Ja, dat kan zeker op een andere manier. Dus, maar jij zat ook in de Schuik op school? Ik zat in Schuik op school. Ja, nou ga ik even de link leggen. In welke straat wonen jullie toen? Ik woonde in de Pastoor van Winkelstraat. Juist, en die pastoor heeft ervoor gezorgd, heel lang geleden, toen waren hij zelf ook niet, dat de jongens echt werden gescheiden van de meiden. Ja. Daar heeft hij zich druk om gemaakt en voor het nieuwe pastoriehuis heeft hij gekregen. Maar ik heb die beste man helemaal op liggen zoeken op internet, wat er nog aan te zien was. Van Winkel. Pastoor van Swinkelstraat. Maar, ik dwaal af, dat je. Ja, we dwalen zeker af. We dwalen heel erg af. Want we moeten naar Janne toe. Ja, we gaan naar Janne toe. Ja. Maar,
dat, kijk, je ziet dat wij elkaar even eventjes niet hebben gezien. Vandaar dat lange praatvideootje. Ja, lang verhaal. Maar ik stuur af en toe wel iets op WhatsApp toe. Ja. Dit was een YouTube-kanaal. Ja. Dat YouTube-kanaal heet Visdief. Visdief, ja. Dat heeft niks met ons vis te maken, het heeft alles met vogels te maken. Ja. Dus ik vond hem, en ik weet dat Teun, die is vogelgek en die denkt er alles van af te weten. Dus ik stuur hem dat berichtje. Ja, bij Teuntje moet je even wachten voor je reactie krijgt, dat is niet altijd... Dat. Maar ik kreeg een berichtje. Die ken ik al. hij kent hem al. Dat kan, want hij zit veel op YouTube, ik ook. Maar wat is er nou achteraan kwam, hè? En alles wat hij zegt, dat wist ik al. Je bent nog steeds een Iwap, of niet, Teuntje? Ja, maar het is ook gewoon zo. Ja, hij gaat vogels kijken, maar ik heb dat in mijn jeugd al gedaan. En hij is gewoon op lottere leeftijd dat gaan doen. En wij kennen het ijsvogeltje, wij kennen het roodbosje, wij kennen de vink, wij kennen de distelvink, wij kennen, ja, noem maar op, die kennen wij tegelijk. De merel, de kraai, de ekster, en die noemt hij allemaal op. Ja. Ja. En dan is het wel zo, de laatste tijd maakte hij een film, en toen had hij het over de kroon-eend, en die had ik nog nooit gezien, dus... Oh, hij heeft wel... die had ik nog nooit gezien. Dat wou ik er even horen, dat je niet alles weet. Dat is een eend met eigenlijk een bruin kopje. En ja, dat kroon. Hij weet niet alles. Nee, dus. Ja. Maar ik zeg al, die eend had ik nog nooit gezien. Ja, want ik ben een beetje een slechte jukkel. Ja, dat ben je zeker. Want ik wou hem nou vertellen dat ik een filmpje van hem heb gezien van de goudgele hoekse loper. En ging hem een vraag over stellen, maar die vogel bestaat helemaal niet. Dus, maar die hoef ik nou niet meer te maken, want hij weet niet alles. Nee. Nou, we hebben het overal over gehad, alleen niet waar wij heen gaan. Ja, in begin eventjes. Ja, we gaan naar Janne toe. Voelt het straks als thuiskomen, Teuntje? Jazeker. Ja, jongen, het is die. Ja, goh. Wat we door al meegemaakt hebben met z'n drieën. Wat door te beleven is, ja, dat is gewoon schitterend. Daarom, het is toch niet alleen het karpenvissen, maar het is ook de beleving die we door meemaken. En dadelijk in Jan weer. En beleving is er. Een toffe vent, die Jan. En als je oppast, dan gooi je gewoon een stuk taart in je gezicht. Weet je nog? Gewoon helemaal gezicht zat onder, hè? Ja. Maar dat is een weg, hè. Je moet maar ons vissers voor de gek houden. Ja. En dan worden we wel bestraft, jongeman. Ja. Wie is er mee begonnen, Teuntje, mensen voor de gek houden? Ik niet. Nee, ons pa, die was helemaal over de zij. Uit balans, hè. Dat was helemaal uit balans. Ja. Ja, je bent eigenlijk mee begonnen, Teuntje. Dat kan toch niet? Ik ben ermee begonnen, ja. Ja. Hij heeft het wel teruggegeven, maar dan kun je ons nog terugzien in de video's natuurlijk. Ik vond het wel heel mooi. Ja, het was geweldig. Ja. Het was schitterend. Maar Teuntje, zullen we een beetje eind aan brouwen? Anders... We brouwen een eind aan, kijk. Ja, anders vinden mensen ons een zeverzak. Dat moet vandaag opgehangen worden. Ja, dus? Iets dichterbij, Teuntje, dat kunnen ze niet lezen. Dat kunnen ze lezen, jongen. Ja. Hier, moet kijken, maar netjes. Kijk. Nou, dan gaan wij richting Logie. Tot aan de put. Oh, wat doe ik nou weer? We doen even een shotje van de haven. Haventje. Ik kijk de boten toch sjoemelen. Ja, sjoemelen, hoe moet ik zeggen? Schudden? Ja, maar de... Ja, hoe noemen ze dat? De vlonder. Bedoel je? Ja, de vlonder, maar zo noemen ze het niet. Maar dat maakt niks uit. Die kan mooi ook op en neer. En daarom gaan die boten ook op en neer. Hè? Ja, kijk, want daar zit hij met een haag om de pijler heen. Want als het waterstand hoger zou komen, dan zat hij eronder. Maar die blijft mooi op hoogte. Zou je erover nagedacht hebben, Teuntje? Ik denk het wel. Schoon hoeven nagedacht kunnen dus denken. Ja. Ik dacht dat wij daar onder de rivier alleen maar konden denken. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, maar nou, hier kunnen ze er hier toch ook wel. Ja, dat kunnen ze wel. Maar ze gaan echt flink tekeer. Ja, in mijn ogen dan natuurlijk, hè. Joh. Een echte visser, visserman, een echte bootman. Dat is niks natuurlijk. Kijk, er zal wel een boot langs komen, zijn er een beetje golven de taal ja. Komt. Hé, we lopen naar de auto. Oh, ik zeur weer te veel. Nou, doe nog even de poort erop. En dan gaan we naar Amersfoort. 100 jaar geleden, toen ik nog jong was, zou ik zo over dat balkje lopen.
Maar als ik zo zie hoe dik die is en dat hij aan de andere kant er bijna af ligt. Nee. Ik speel voortaan op safe. Ik word een oude seniel. Ik kijk wie daar aan komt. Jan heeft eindelijk zijn schouw weer eens gevonden. En met de kloet, hè? Geen motortje. Goed, met de kloet. Oh, Tuntje is ontsnapt. Oh nee, hij zie je weer. Hé, hey, Tuntje, ik heb jouw hobby overgenomen. Ik ben aan het jutteren. Kijk eens. Een oude kapotte schaar. Ik gooi hem even die kant op. Pas op dat hij niet op je valt. Kan iedereen zijn mooie muts aanschouwen. Wat een geweldig ding, het tijd toch op. Mooi, hè? Hop. Of niet, Loki? Loki. Ja, hup. Hup. Ja, dat prikkelt eruit, hè, bokkenhek. Nou, dat doet het toch. Loki is zeg en schrijven 5 minuten hier. En kijk nou hoe die er alweer uitziet van de onderkant. Dat is toch ongelofelijk. Janne! De Ammerse. Ammerstollenaar, of hoe zeg je het ook alweer? Amstollenaar. Ammersenaar. Hij is zo flexibel als papa papa. Ik heb nog net gezeten, we moeten een beetje slijpen, maar het is nou wel gebeurd. Ja, nou de eerste keer dat we hier kwamen en we noemden dat ding een botenplaats van de schouw. Wij gingen bekant het water en weet het nog, Janne? Ja, dat is een slechte voorbereiding. Ja, dat beter moet ik. En een kloet, dan noemen wij een stok. Maar goed, we gaan instappen. De rigieuze winterwerkzaamheden zijn begonnen. Onze bomenslachter. Oh, kijk. Oh ja, voor de panelen, want er liggen daar panelen bovenop. En die bomen halen de zon weg. En wat doet Janne dan? De bottenbel, aanloopje, kletsch. Zeggen van ik pak hem boven dat ik hem bij kan houden. Gaan we eens even daarheen lopen? Of, ja. Ik vind het goed. Zo, de bellenblazer uit Schaik is weer bezig om met zijn heilige bordje op te hangen. Heilige bordje? Janne die had al gezegd van hij moet wel opschieten, anders wordt hij in de pop gegooid, dat bordje. Of niet, Janne? Ja, hij moet goed bijhouden. Oké. Okay. Zo far zo goed, Teuntje. Nou gaat de wind ons part spelen. Ja, dat is mooi wat er is, hoor, die Janne. Ja, zeker. Ja. Mijn project natuurlijk, hè. Dus kijk, als ik zo ver dan hoor je die wind niet, maar daar zit... Ja, hij draait zit niet in de plank. Even terugdraaien. Hij zit niet in het gaatje. Nee, ik houd hem vast. Even terugdraaien. Hij zit nou strak er tegenaan. Kijk ik even voor dat gaatje. Hij zit niet in het gaatje. Loki daarentegen, die geeft nergens om. Die gaat gewoon stokken mollen. Even kijken. Goed, waar zie ik dat toch weer? Nou, het helpt niet, Tim. Maar hij toch zit hij wel in het gaatje. Ja? Ik heb net die op de video gekregen dat Teun een zeldzame
compliment kreeg. Ja. Maar Teutje, ben jij weer een beetje trots? Ik ben weer trots dat hij weer terug is. De put die was echt kaal, hè. Hij er gemist iets. Ik kwam hier en ik denk op negen... Ja, het blad is van de boom af. Hé, hey, Tim, maar als je al dit gewauwelen hoort van ons, hè, wat denk je dan? Ik denk, ik denk het is een apart slag. Dat karpenvolk. Je bent heel diplomatiek, Tim. Ja, absoluut. Ja. Ik dank u. Ik moest er ook even over nadenken. Ja. Er zijn toch nog aardige mensen. Het ziet er netjes uit. Ja, het is goed bedoeld. Ja, kijk. Het is goed bedoeld. Ja. Nee, want... Ja. Janne zou bij zo'n vraag ons gelijk weer de bodem in hebben geboord. Ja, ja, ja. Oh nee. Ja. Net voor de bodem halen we eruit. Ja, oh, kijk. Ja, juist, want anders zou je hier de bodem beschadigen. Ja, het is natuurlijk, Amstel, je moet er wel mee om kunnen gaan. Ja, ja. Ja, je moet een beetje, je moet leren, ook jullie moeten leren. Ja. Ja, nou ja, absoluut. De Engelsen zouden zeggen, het is een rare breed. Sommigen heb ik opgegeven. Je redden het niet. Nou, we gaan weer verder met de rondleiding. Dat is goed, dan doe ik er even het bord erop zetten. Doe er hier ook nog een beetje sprietjes afholen. Tak, hè. Nou, knotwillige. Janne zegt dat er sommigen al bij zijn die zijn 100 jaar oud. Er is een hoop gesnoeid. Maar sommigen mogen overleven tot nog een jaar of meer. Die nog gesnoeid zijn, die zijn over jaar ook alweer rood. En ik keer filmen zonder de wind. Ja. En nou hebben we nog iets over Janne geleerd. Hou je nog benen zitten, hoor. Peoples of the Soviet Union. Nou staat in de geschiedenisboeken dat Amersfoort het rode dorp is. Ja. Janne, ben jij een communist? Ga je commentaar geven? Serieus. Ja, in dit geval Janne, is te ontkennen is het te bevestigen. Ja. Kijk, ouderwets het haardvuur aan. In dit bejaarde huisje. Zo mag het toch wel noemen hoor, niet Teuntje? Het bejaarde huisje. Ja. Dit is gewoon een schitterend huisje. Dat maar lekker warm mag horen. Ja, op de video's, oh ja, nou wel. Dat er wel degelijk een vuurtje in zit. Tuurlijk. Jan is hier zelfs aan het baggeren. Ik heb het ding al vaak gezien, maar ik zou niet weten waarvoor het was. Nou weet ik het. Weg joh. Logie. Hier. We moeten niet in gaan staan. En er komt nog best wel uit met deze capje. Nou, lekker hoor. Hij zit er gewoon aan te liggen, ja. Vies beest. Nou, weer mag geleerd waar dat ding voor is. Alles heel? Ik heb gelijk mijn ogen vol, ja. Ja. Kijk hier. Zit er nog een. Hij zit nog kort. Onze kupske. Wow.
jammer van de wind, maar ja, ja. Tork. Allee op. Hij is niet bang, hij is echt niet bang. Weer een wegje. Ja, dan moet dan valt hij op het handig, hè? Ja. Hij gaat al een beetje. Ja. Daar gaat hij van onderen. Oh, nee. Nog niet helemaal. Ja. Hoppakee. Gekocht omdat hij van bang zijn dat hij in het water valt. De krant is hier namelijk aan het vertrekken. Ik hoor Piep, hij doet het. Nou deed je het wel. Toetje, we zijn weer in Eindhoven. Ja, we zijn weer... Het is weer voorbij. We zijn weer in de generaal de Gaulle. Ja, maar wat een leuke dag weer, hè? Was een leuke dag, ja. Ja, ik kan nog wel alles precies vertellen wat er gebeurd is, maar dat staat op de video. Op de video, hè? Ja. 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 Ja, het was toch een gezellig daar met Janne geweest zijn. Ja. Ja. En we moesten ook nog werken, ook nog. Ja, we moesten flink werken. Nou. En ik moet morgen ook nog werken. Ja, ja, ik heb geluk, hè. Ik kan de hele dag uitrusten. Ja, ja, want jij bent al van je 58ste niet meer, hè? Ja, dat klopt, 58. Ik ben jaloers. ik moet morgen weer werken. Ja, ja. Teun, kan je nog herinneren op je werk, dat je gewerkt hebt? Ja, zeker. Heel goed, jongen. Ik heb altijd heel fijn gewerkt. Had jij toen ook een bijnaam? Ja, mij noemden ze altijd Toon, hè. Toon, ja, dat is een verbastering van je naam. Maar ik heb nooit geen bijnaam gehad. Nee? Nee. Dan werkte daar zeker geen Boudewijntje? Nee, die werkte nog geen. Nee, ik heb wel een bijnaam. Mag jij raaien welke het is? Nou, ik heb het geweten. Ja, ik heb inmiddels een nieuwe. Want, er werkte bij ons Inge een oud collega van jou. Ja, Bas Hilgers. Ja. Bas de Rotte Vis noem ik hem altijd. Oh, Bas de Rotte Vis, ja. Ja, maar die is ook niet meer up-to-date. Want Bas kan wel lauwen wat hij wil. Maar jij doelt waarschijnlijk dat mijn bijnaam was Lilleke Rooie Rotond. Dat heb ik nooit geweten. Daar zit die Bas. Dat is het Bas te eilen. Ja, ja, ja. Maar sinds een tijdje heb ik een andere bijnaam. Die ga jij niet raaien. Ik word Papa van Terza genoemd. Papa van Terza? Ja. Terza. Hoe moet ik daar bellen? Bij Onlinken. Ja. Terza is een vrouwennaam. Ja, ja, ja. Dus ik heb een dochter, een Poolse dochter. Ah, hey, dat heb je nooit tegen mij verteld. Nee, en die Jan doe je al 30 jaar oud. 30 jaar? Ja. Nou, ik wist niet dat ik toen al zo fanatiek was met een vrouw. Ja. Ja. En als ik positief zeg, dan is het een aandoenlijk vrouwke. Van de andere kant, het is gewoon een ex. Ah. Met al de streken. Nee, maar die noem je altijd papa, dus ja, dan moet ik haar dochter noemen. Maar ik doe dat op zijn pols. Dus ja, oh ja. En je hebt ook twee dochters? Ja, ik heb twee dochters, ja.
Dus als jij tegen jouw dochter zegt, Moja Zurka. Moja Zurka. Moja Zurka. Betekent mijn, ik, mijn dochter. Betekent dat, dat kan ik toch niet onthouden. Dat ga ik makkelijk maken. Als je dan zegt, Moja Kohanna Zurka. Moja, dan zeg je mijn allerliefste dochter. Oh. Maar dan krijg je geen oorlog, want je hebt er twee. Als je nou tegen die ene zegt van je bent de allerliefste, dan... Dat kunnen we niet maken. Ja. We zijn weer aan het achterdwalen, of niet? Tuurlijk, we afsluiten en dan zijn we door over het broden. Maar goed, dan gaan we echt afsluiten. Ik ga hier naar binnen en jij gaat naar jouw Fionaatje toe. Ja, hè? Ja. En die zit ook op jou te wachten. Dus, ja. En dan wens ik ze succes. Dan is mijn vrijheid weer voorbij. Ja, dan wens ik ze succes. Dat doet het maar van ons. Ja, want dat is mijn eigen toch. Of maar, meneer? Maar gewoon. Nee, in het weekend. Volgende week. Ja, moet ze naar het ziekenhuis. Ja. En dan is hoop ik van de kwakkalenda. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Maar goed, ik steek mijn linkerhand omhoog. Hoi, hoi. Hey, hallo. Zo.